Misschien heb je er al eens over gehoord. Mr. Beast, de grootste influencer ter wereld met meer dan 250 miljoen vooral jonge volgers, heeft een eigen chocolademerk. In Groningen werden er 1000 chocoladerepen uitgedeeld door de Groningse influencer Calvijn. Ja, ik vind het gezellig. Ik vind het sowieso leuk als creators zoals deze meneer hier achter mij stukjes uit praktijken uithalen. En ja, dat het dan helemaal uit Amerika hier overwaait, dat is natuurlijk top. Als influencer maak je natuurlijk heel veel leuke dingen en dan probeer je af en toe een adverteerder erbij te zoeken die dat dan wil betalen. Alleen als je je eigen product hebt, dan hoeft dat steeds minder. Dus het zorgt er eigenlijk voor dat een creator of een influencer onafhankelijker wordt. En dat wil eigenlijk elke influencer. Ook de supermarkt waar de repen uitgedeeld werden, ziet steeds meer producten van influencers in de schappen liggen. We hebben echt wel meerdere producten die echt vanuit een influencer komen. Vaak zijn influencers daarbij betrokken. En dan, omdat die influencers dat zo promoten, zo'n doelgroep beter te bereiken. En dan komen er vaak ook nog wel eens heel veel kinderen op af ook. Merken van influencers willen dus graag een hype creëren. Ook Calvijn heeft een eigen drankje. Ja, het is sowieso interessanter, omdat het iets van jezelf is. Dus je bouwt echt iets op. Maar het is ook 100 keer moeilijker. Want je moet echt alles zelf doen. Je moet zelf investeren. Je moet zelf dat echt opbouwen. En waar die andere merken dat natuurlijk al zeg maar 10, 20, 30 jaar hebben kunnen doen, moet je dat echt van de grond af opbouwen. Dus dat is wel uitdagender. Maar als het dan goed gaat en het lukt, dan is het denk ik ook veel leuker. Dus het kan wel eens zo zijn dat als dan een groot merk, Coca-Cola of zo, dan zegt we willen graag dat je iets promoot van ons, dat ze ook allemaal eisen hebben. Dat ze zeggen ja, we willen niet dat je dit doet en je mag niet dit doen en allemaal do's en don'ts. En dat heb je natuurlijk minder als iets echt jouw eigen product is. Dan heb je minder van die kaders. En dat is voor creatieve gasten zoals mij en voor deze gozer alleen maar perfect. Toch is een hype geen garantie voor succes. We hebben inderdaad wel meerdere producten al ook in het verleden verkocht die een tijdje heel erg hard liepen en die nu wat minder gaan. Soms weten producten best wel goed die hype een beetje aan te houden. En soms zie je het ook wel heel erg aftakelen. Ja, dat is echt een beetje verschillend per situatie. Vaak merk je wel dat die producten, omdat er zoveel waarde op zo'n kort moment in zit, dat het soms wel eens wat duurder kan zijn. En hoe smaakt die reep dan? Nou, ik heb het zelf mogen proeven. Het is hartstikke lekker. Het is 3 euro per 60 gram. Dus het is redelijk aan de prijs. Maar ik denk, zou vooral iedereen aanraden om het eens te komen proberen.